is dan ook zo, dan sta je daar te slikken en dan heb ik ook geen woord. En dat zeg ik dan maar gewoon. Ik sta vandaag bij uitvaartverzorging Vechtal van Jan Slachter in Ommen. En hij verzorgt ook heel veel uitvaarten in de gemeente Delfzijl. Alleen het bijzondere is, hij heeft er een soort winkel bij met allemaal artikelen die met ons overlijden te maken hebben. Want ik ben dan weliswaar onsterfelijk als Wilhelmus van Krasauer, maar de meeste van u zullen toch ooit te maken krijgen met spullen die hier binnen staan. Dus ik stel voor dat we eens even gaan kijken hoe deze bijzondere bedrijfstak in elkaar zit. Dan gaan we eens eventjes kijken of hier volk is. Ik geloof dat ik Jan Slachter al zie. Goedemiddag Jan. Goedemiddag. Mag ik even storen? Want ja, we hebben een afspraak, dus ik wist dat ik hier welkom ben. Ja, ja. Maar je was nog even druk met een boeket. Ja, we wou ook even netjes op een goede plek. Ja. Ik lag een beetje scheef, ik denk, dan moet er wel even netjes uitzien natuurlijk. Hè? Zeker. Dus vandaar. Ja. Dus u bent Jan Slachter? Ik ben Jan Slachter. Van uitvaartverzorging Vechtal. Van uitvaartverzorging Vechtal. Nou, ik vind het erg leuk dat ik hier eens eventjes mag rondkijken. Want jullie hebben, dacht ik, in Vechtal als enige zo'n winkel, noem ik het maar. Hè? Ja, klopt. Ik heb hier een enorm groot pand. Ja, met allemaal zaken die met het overlijden te maken hebben. Dat is jullie beroep, hè? Ja, helemaal. Ik zeg jullie, maar... Wij zijn uitvaartverzorgers. Ja. En op een zo gewone, persoonlijke en open manier. En daarom vandaar dat we dit ook op deze manier zo hebben. Op deze manier aan de mensen te laten zien. Maar dat is vrij uniek, dacht ik, Jan, nog niet? Ja, hier in het hele Vechtal zie je het niet op deze manier. Het is niet zo open. Hoe zuidelijker je komt, hoe meer dat wel gebeurt. Oh ja. Maar hier in deze contrainen, ik zou het niet weten. Nee? Wat op deze manier is. Nee. Nee. En 10 jaar geleden hebben we dit op deze manier geopend. Ja. En toen was de belangstelling enorm. En toen zijn de mensen ook allemaal gelijk van, kijk, hier is het Vechtal aan toe. Ja. Openheid van zaken, laten zien wat er te koop is op dit gebied. Ja, precies, want tot dan, en dat doen denk ik nog steeds veel van je collega uit voortvaartverzorg, moesten mensen het uit een boekje halen. Ja, dat doen zelf ook nog wel veel hoor. Ja. Dat gebeurt zelf ook nog wel heel veel. Nou, niet iedereen ziet zich hier naar binnen stappen, hè. Oké. Dus, maar er gebeurt wel steeds meer dat er toch steeds meer mensen naar binnen komen en zeggen van, Jan, ik heb een slechte tijding. Ja. Of, ik ben op de leeftijd en ik wil mijn zaakjes geregeld zien, ik wil bij jou rondkijken, ik wil wel uitzoeken, ik wil mijn idee gewoon laten horen. Ja. We zetten het op papier. En dat gebeurt nou legio en dat is ook geweldig mooi om te doen. Ja? Ja, echt waar. Zit je al lang in het vak, Jan? 20 jaar. 20 jaar? 20 jaar uitvaartverzorger, waarvan nou 10 jaar dan hier als zelfstandig. En je zegt wij, jullie doen het met z'n tweeën? We doen het met z'n tweeën samen met mijn zoon Richard. Oh, jezus. En ik doe dan het aannemen en uitvoeren van de uitvaarten. Ja. En Richard doet heel veel het logistieke gebeuren. Het aanleveren van de kist, samen helpen de overledenen daarin leggen met de familie. Overbrengen overal naartoe. En administratief gebeuren moet natuurlijk ook gebeuren, maar dat komt natuurlijk wel achteraan. Ja. En dat doen we dan samen en hij doet dan ook daar een heel groot gedeelte van. Okay. Dus zo heeft ieder zo zijn taak. Ja. En met ons tweetjes lukt dat ook heel erg mooi. Nou, ik ben razend benieuwd, want ook aan het leven van Wilhelmus komt misschien toch een keer net. Ja, zo is het. Dus ik moet ook eens even oriënteren. Laat me eens even zien, Jan. Zullen we eens even een beetje rondlopen? Ja, laten we eens even rondlopen. Dan gaan we deze kant op. Wanneer we een open dag bijvoorbeeld hebben, is het ook heel vaker dat mensen een bepaalde route gaan. Ja. Automatisch eigenlijk ook. En ze lopen hier dus gewoon zo'n beetje door Vechtal naar binnen. Maar gelijk krijg je dan ook weer een overzicht van een toonruimte. Waarin dan heel veel kisten staan. Er staan nu een paar gaten in. Dat zijn de kisten die dus de afgelopen week eruit zijn gegaan en die dus weer aangevuld gaan worden. Hier dus kunnen mensen letterlijk zelf voor hun overleden dierbaren een kist uitzoeken? Ja, wanneer we bijvoorbeeld met de verzorging bezig zijn vlak in de buurt, gaan de kinderen soms hier wel naartoe. Dan staat Richard hier te wachten en dan zoeken ze de kist uit en dan komen ze met de kist die ze uitgezocht hebben, komen ze. Ja, je hebt allerlei soorten. Ik zie bijvoorbeeld vlak voor onze neus de troffel. Dat is natuurlijk voor de bouwvakker, hè? De troffel en het touw liggen er nog op. Ja, hè? Dat kan gewoon niet meer. Ja, de stijgenplank en kist. Dat is echt gewoon stijgenplanken. Loslaar, heel mooi. Is dat een model wat al lang bestaat en wat een bepaalde publiek trekt? Ja, het bestaat al wel een jaar of 10 hoor, dit model. En zo heel af en toe dan. Echt voor specifieke mensen die zeggen van ja,
dat past bij mij, dat past bij die persoon, dan wordt deze kist gepakt. Even een technisch vraagje, hoe zit dat eigenlijk met begraaf, want er zitten allerlei wettelijke regelingen aan, hè? Wat mag je wel en wat mag je niet in de grond stoppen? Geen kunststoffen, zeg maar, geen nylon en plastic en dergelijke. Maar verder alles wat gewoon goed afbreekbaar is, ook zoals dit. Dit is allemaal goed afbreekbaar, het is gewoon massief hout. En ook massief hout is goed afbreekbaar. Maar zo'n hoekijzertje, dat is geen probleem. Dat nemen we dan niet. Ook dat verkruimelt op de duur wel en dat verroest en dat vergaat wel. Ja. Ja, dit is natuurlijk wel een heel gevoelig hoekje. Omdat, ik weet niet of je licht genoeg hebt hier. Maar dit is dus een kinderhoekje en ook kinderen overlijden toch helaas wel. Ja. Het gebeurt. Dat is voor de geboorte, kort na de geboorte. Ja. Op heel jonge leeftijd. En ook daar hebben we dan toch wel iets voor. Ik schat zo in dat er veel meer dan 20 jaar geleden toen jij begon variatie in kist is. Ja. He? Toen voor 20 jaar terug was er bijna altijd alleen maar die kist. Ja. Dat was een kapkist. En er zat een ruitje bovenin. Met die schroefjes. Ja. En dan kon je heel diep kijken. En daar lag dan de overledene. Of het was een hele strakke, gladde, eenvoudige kist. En meer was er eigenlijk ook niet. Ja. Dat was het ook wel. Dat zijn mooie rietenkisten ook, hè? Ja, mooie bamboe. Bamboe? Dat is zeegras. Dit. Waterhyacint eigenlijk. En dat is ook een hele mooie. Allemaal handgevlochten. En dat is wel heel erg mooi. Dat is allemaal echt ecologisch. Mooie katoenen bekleding zit er vaak allemaal in. Want ecologisch, dat is afbreekbaar. Dat is natuurlijk ook heel afbreekbaar tegenwoordig. Ja, echt milieuvriendelijk allemaal. Ja. Ja, daar zit al wat zijde in. Maar ook dat zijdemateriaal is tegenwoordig wel van die vorm dat het dus vrij snel afbreekt. Ja. Dat is ook geen koper, het is allemaal een legering. Dus het lijkt wel koper, maar dat is het niet. Maar wat is het verschil tussen een ecologische kist en een niet-ecologische kist? Oh, een niet-ecologische kist is vaak te veel gelakt. Hè? Dat is allemaal lakwerk en echt mooie, echte super zijden bekleding erin. En dat is vaak dus de niet-ecologische kist. En hoog gelakt, gepolitoerd. Okay. Kijk, wat daar zo op staat, dat is een modelletje wat daar staat. Een Amerikaans idee, maar dat is dus hooglans gepolitoerd, echt hooglak. Ja. Ja, dat is dus geen ecologische kist. Oké. Okay. Ja, maar de meeste kisten gaan tegenwoordig wel richting het ecologische gebeuren. Ja. Dus voldoende afbreekbaar, zo weinig mogelijk kunststof erin, al hoegenaamd helemaal niks. En dit is ook iets nieuws, wat hier staat. Dit zijn kisten en die zijn gemaakt van het afval van suikerrietenplantage, en dat is Enviroboord heet dat. Wil je dat nog een keer zeggen? Hoor Enviroboord. Enviroboord, ja. Oh, daar staat het, ja. Ja, en dat is echt 97% gerecycled plaatmateriaal. En dat is afval van de suikerrietenplantage. Huh? En dat wordt gevouwen tot een mooi plankje, tot de dubbele dikte. En dan krijgen we dat soort kisten, kunnen we bedrukken in elke design die men wil. Oké. Okay. Kistje weegt maar 10 kilo. Oh. Is bijna 10 kilo? Je kunt hem alleen vastpakken. Ja, dat is allemaal van dat lichte materiaal. Zeg heel maar, licht materiaal. Het weegt dus hoegenaamd niks. En het heeft een heel groot draagvermogen. Dus dan kun je echt een flinke forse kerel kwijt. Je hebt ook minder dragers nodig. Je bent minder dragers nodig, ja. Dat kun je, ja, dat regel wel. Ja. Mooie beschilderde zie ik ook daar. Dat is bedrukt met een hele mooie print. Met een zeegezicht, strand. En zo kun je alles ook zelf aandragen. Kijk, dit noemen wij dan de vechtalkist. Ja. En als je dus heel goed kijkt, deze kist, dan zie je hier bovenop dus een molen uit Ommen. Ja. En onderaan zie je de rivier de Vecht. En de schapen van de Lemende Werf. Ja. En op de zijkanten, dan zie je dus, we hebben daar wat hangen, maar hier kun je het heel goed zien. Hier heb je dus dan de wulp die bij de brug in Ommen staat. Oh ja. En op de andere kant zie je de zwevende kei aan de brug bij Dalsen. Ja, het is goed dat je er even bij zegt, hoor. Ik had het niet direct door, maar je moet hem even zo houden. Ja, oh ja, daar is hij ook, ja. Heb je dus de zwevende kei. Ja. Wat leuk. Heb je zelf laten ontwerpen die? Die hebben we dan zelf, om te laten zien wat mogelijk is. Ja. Ja. En zo worden dus nu tegenwoordig wel eens de designs gemaakt, dat de familie zelf wat aandragen. Van, ik heb een paar hele mooie dingen in, of een leven van een persoon zelf, een mooi filmrolletje eroverheen, allemaal mooie foto's erop. Een mooie zonsondergang bijvoorbeeld, van een mooi ansichtkaart. Dus je kunt in feite foto's aanleveren digitaal en jij print het er binnen 5 dagen op?
Binnen anderhalf uur heb je hem digitaal. Binnen anderhalf uur? Op scherm staan, driedimensionaal. En als de familie zegt van dat vinden we mooi, dan is hij binnen 24 uur, staat hij binnen de deur. Is hij klaar geleverd en wel. Geldt dat voor alle kisten? Of voor al dit soort kisten, ja. Die zijn allemaal binnen 24 uur? Allemaal binnen 24 uur leverbaar. Oké. Ja. En prijstechnisch komt het overeen met een gemiddelde kist ongeveer. Dus. Wat kost een kist? Een gemiddelde kist, 895 euro ongeveer. Oké. En daar wat beneden en wat daarboven. Wat maakt er dan een verschil, Jan, met cremeren en begraven? Wat voor omhulsel je neemt? Of? Nee, dat maakt in principe al niet veel uit waar je in begraven of in gecremeerd wordt. Alleen bij de crematoria moeten we er wel op letten dat het materiaal niet al te snel ontbrandbaar is. Is dat wel het geval, zal het crematorium zelf maatregelen nemen om een kist of een lijkwade of een omhulsel te bevochtigen. Ja, voordat het ingevoerd wordt. Precies. En verder voor de rest maakt dat in principe eigenlijk helemaal niet zo heel veel uit. En dit is dan zo'n lijkwade? Dit noemen we dat dus een openbare plank. En hier heb je dus een lijkwade waarin een overledene dus netjes op de plank ligt. En een lijkwade er mooi omheen gevouwen. En op de dag van de uitvaart wordt hij helemaal netjes dichtgevouwen. En zo kun je dus iemand rustig opbaren in een kamer met een koeling eronder. Dit is alleen een plank. Dus dat kan dus ook. Kijk, dit is dus de plank. Zo. Ja, precies. Ik wou zeggen dat onderste. Staat een deksel, dat is de kap. Die past er overheen. Oh. Wil men toch afsluiten met een kap? Ja, ja, ja. Voor kan stellen, dan wordt het onderste stuk ook gebruikt. Oh, oké. En anders heb je dus alleen een opbaarplank. En is dat ook speciaal doek dan wat gebruikt wordt? Ja, dit is een speciaal geweven doek, maar niet speciaal. Okay. Het is omdat het een lijkwade moet zijn, maar het is gewoon handgeweven materiaal, helemaal biologisch. Maar er zijn heel veel soorten in te verkrijgen, dat is puur wat mezelf eigenlijk. En is dat nou een beetje upcoming? Is dat een beetje populair aan het worden? Of begint gaat het nog niet zo hard, denk ik? Niet zo heel hard. Er zijn echt specifiek daar mensen voor die dat gezien hebben en die zeggen van ja, maar ik wil in een wade, ik wil niet in een kist. Of moet je aan denken in zo'n kleine ruimte? Kan ook niet in een lift. Ja. Doe mij maar zoiets. Ja, ja, ja. Als je nu al claustrofobie hebt, moet dat dan in een kist? Dat is gewoon ideaal. Gewoon het idee al dat iemand op deze manier dan zo opbouwt, is dat gewoon heel mooi. Ja, heel mooi. Nou heb je hier een hele. Waardes, verkrijgbaar. Hier staat een hele bijzondere kist, maar er zit ook een verhaal aan. Hè? Is ja, dat, dit is een heel bijzondere kist in mezelf. En, lekker stoer en ruig. Ja. En deze kist die is al gemaakt en die komt dus ook echt uit het Vechtdal. Want dit is dus de kist van Caprisma uit Dalsen. Ja. Caprisma klussendienst. En die hebben dus een paar jongeren aan het werk. En om dat project dan, om die waarjongeren zeg maar, te ondersteunen, dat project, zijn ze erover gegaan om gedacht, hé, we gaan eens kisten maken. Ja. En ze hebben dus een aantal kisten nu ook gemaakt. Die staan daar ook gewoon klaar. En ze zijn gemaakt van pellethout. Puur die pellets die je overal wel eens bij bedrijven ziet staan, die worden dan uit het Vechtdal bij bedrijven opgehaald. Ja. Worden uit elkaar gesloopt, worden dus geschuurd en wordt als een kist in elkaar gezet. Ja goed, er zijn natuurlijk geen echte kistenmakers, want je kunt wel zien, hij is een beetje koolgetroom. Maar dat maakt niet uit, het is ook gewoon erg puur. Ja. En dus daar gaat het ook om. Die wordt in Dalsen gemaakt, zeg maar. Die door wordt in Dalsen gemaakt. Waarjongens, jongeren met een arbeidsachterstand. Precies, om jongens ook aan een baan te helpen en werk te hebben. Ja. En werkervaring op te doen. En dat is gewoon echt supermooi. Ja. Daar zie je ze dus als ze de kratten uit elkaar gaan trekken. Ja. En dat er spijkers getrokken wordt en dat er geschuurd wordt, dat er lieve lust is en dat er gelijmd wordt. Ja. Ja, het is echt, dus is dit de enige kist, Jan, die uit het Vechtdal zelf komt? Die andere? Dit is de enige kist die echt uit het Vechtdal komt. Er is nog wel eens van dezelfde, van Caprisma nog een andere, maar die is gewoon wat dikker en stoer, zwaarder van materiaal. Daar staat een man te kijken met een pak aan, is dat... Die man met dat pak. Is dat pak wat jij aan hebt als je mensen moet begeleiden? Nou, nu niet meer. Nee? Maar soms wel. Alleen dat pak pas ik dus niet meer in. Deze meneer is zo slank goed. Heeft dit, is dit van dus deze streek? Het pak van een begrafenisvoorloper. Voorloper? Een voorloper, dus een uitvaartleider, zeg maar. Ja, oh, dat is een voorloper. Die loopt dan voor wanneer er dus zeg maar de zwarte rookkoets nog is met paarden. En dan heb ik dus al zo'n pak aan. Alleen dan neemt degene die waar wij de koets van inhuren, neemt dat van mij een passende jas mee. En dat varieert eigenlijk van, die hebben we dan nu zelf zo straks buiten laten zien nog. Dat is de loopkoets. Die is heel waardig, stil en mooi heet dat dan ook. En dat is de loopkoets. Ja, en zo ga je dus van loopkoets naar de
klassieke rouwkoets. De truck, dat is dus de uitvaarttruck, dus zelfs een vrachtwagen. Ja? Je kunt ook je eigen vrachtwagen gebruiken en het achterste huren. Dus dat is heel erg mooi. Oh, ja. Dat is, ja, ik denk dan onmiddellijk aan vrachtwagenchauffeurs, is dat, of mensen die ervan houden, die vroegen daarom. Ja. En dit bijvoorbeeld, nou dit is dan een koets uit, die komt uit het Vechtdal. Dat is van Hulsman, van de Verreberg. En die rijdt dan met zo'n groene boerenwagen met belzen ervoor. Ja. Ook bijzonder mooi. En die worden ook regelmatig gebruikt. Ja. En dan heb je natuurlijk nog de uitvaartbus. Dat is ook wel heel erg mooi. Bus? De uitvaartbus. Dat is een, even kijken. Dat is dit idee. Dat zijn de verschillende ondernemers wat die doen. Maar kijk, dat is dus een uitvaartbus. Waarin dus de familie, dus en de kist en een 15-tal familieleden in de bus. De overleden begeleiden tot het laatste toe. Dat is weer wat nieuws. Is ook weer wat nieuws, relatief nieuw. Is ook wel heel erg mooi, hoor. Ja. Heeft ook een beetje met de afstand te maken, denk ik. Wat moet je ook wel eens ver rijden? En ook gewoon het idee van we willen hem of haar begeleiden tot het laatste toe. Ja. Erbij blijven, continu. En niet achteraan, maar en continu met z'n allen omheen staan. Want wat is je werkgebied eigenlijk, Jan? Ons werkgebied, dat is, dat zeg het al een beetje, uitvaartverzorging in Vechtdal. Dat is eigenlijk het hele Vechtdalgebied. En voor ons is dat eigenlijk Ommen, Dalsen, Ankum. En dan wat daar dus omheen, noordelijk en zuidelijk ligt, van aan Averees, Dedensvaart toe. En gaan we dus, zuidelijk gaan we dan tot Leemleveld. Hm. Dus een heel groot gebied. Ja, zeg maar tussen Zwolle en Harderberg. Tussen Zwolle en Harderberg en het echte Vechtdalgebied. En dat is echt ons gebied. Hoe werkt dat dan? Want wat je... heel veel mensen zijn lid van een begrafenisvereniging, of is dat steeds minder? Dit gebied dat kent nog een heel aantal begrafenisverenigingen. Ja. En dat zijn dus een aantal begrafenisverenigingen, kleine verenigingen, ook al middelgrote verenigingen nogal, die dus de uitvaarten gewoon aan ons uitbesteden, waar wij dus gewoon standaard mee. Waar wij dus een overeenkomst mee hebben dat wij voor hun leden de uitvaarten doen. Ja. Tegen een speciale tarief, en zo werkt dat dan. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook een aantal grote verzekeringen. Mensen die zijn dan niet bij een vereniging, maar die zijn bij een verzekering aangesloten. Ja. En ook daarin doen wij heel veel uitvaarten, maar die mensen bellen ons dan persoonlijk op. Oh. Wij willen graag dat jullie de uitvaart doen. En dan moet je het gewoon zo zien, dan rekenen wij met de verzekeraar af. Die verzekeraars die zijn niet heel streng in selecteren. Die zeggen, wij doen alleen zaken met slachter. Nee. Wel wanneer bijvoorbeeld de familie de verzekeraar belt en zegt van, kunt u mij aan slachter sturen? Dan zegt de verzekeraar 9 van de 10 keer, daarvoor bent u nu bij ons verzekerd. Nou, dat klopt dus ook. Je bent daarvoor verzekerd om hun de uitvaart te laten doen. Maar de familie die belt dan meestal wel rechtstreeks naar ons. Zeggen ze, we willen meneer Slachter, dan zegt hij, dan moet u die zelf bellen. En dan legt hij wel weer contact met ons. Ja. Dus geen enkel probleem, dat kan tegenwoordig allemaal. Men heeft de vrijheid van keuze. Je bent zelf vrij om te kiezen wie je als uitvaartverzorger wil. Dat is gewoon heel belangrijk. Na een begrafenis door de regel heb je toch ook weer grafmonumenten. Ja. Urnmonumentjes. Of En ook daarin kunnen we voorzien voor de mensen. Steenhouwerijen hier uit de Contrein en Cuperen, natuursteenbedrijven. En die hebben vestigingen dan in Meppel, Zwolle, Hattem, Harderberg. En die hebben dit hier voor ons neergezet. Nou. En aan de hand daarvan kunnen we de mensen toch ook wel wat bieden en wat laten zien. Ja, daar is ook steeds meer variatie in, hè? Ja. En dan doen we dat ook heel graag voor hen. Dan leveren wij ook graag een monument via die steenhouwerij. En dan komen we er niet uit. Dan komt de vertegenwoordiger hier wel. We hebben daar een verkoopboekje in gericht. Nou, dan komt de familie hier naartoe. En dan komt de desbetreffende vertegenwoordiger erbij. Om het nog eens een keer goed uit te leggen allemaal. Wat het allemaal inhoudt en wat er eigenlijk allemaal mogelijk is. En dat kan gemaakt worden van glas. En dit is gemaakt... in het vechtgenotenhuis hier in Ommen. Ja, oh, mooi. Ja. En dat kan dan dus gemaakt worden op basis van een klein grassteentje dat beplakt wordt helemaal met mozaïek. Kindermonumentjes bijvoorbeeld. En dat is van deze mevrouw, die doet dat dan. Even kijken, wat heb ik dat? Dat is mozaïek rijk heet dat. Ja. Kijk, dat is van Thea Veenstra. Ja. En die maakt dan ook mozaïekjes samen met de familie. Heel erg leuk. En ze hebben dus ook al een
een herinneringsbank gemaakt. Die staat bij het Vechtgenotenhuis. Ja, bekend. En nou, dat is dus ook van dezelfde firma. Ja. Hier lopen we dus een klein beetje, ook weer een stukje Vechtdalgebied binnen. Ja, leuk. Dit is in het eerder Achterbroek bij Ommen. Dit is een foto hier op de achtergrond. Prachtig. Maar zo zie je dus de begraafplaats in Ommen. Ja, die is inderdaad verschillend. Dat is al dan zie je veel minder van hoe noemen die platen? Dat is zerken. Complete grafbedekkingen. Ja, grafbedekkingen. En hier zie je dus alleen maar, in Ommen zie je alleen maar staande stenen met een klein stukje voor bijvoorbeeld. Een klein randje voor beplanting. Hoe komt dat verschil zo? Het is gewoon een wet gemeentelijke verordening, begraafplaatsverordening. In Ommen staat men dat gewoon niet toe. Oh, in Ommen mag dat gewoon? Nee, mag dat gewoon niet. En dat is gewoon puur met onderhoud begraafplaats te maken. Mooi gras, alles netjes, gaalgroen. En het ligt er ook altijd dan perfect bij. Ja, ik vind dat wel een beetje een raar idee als je in Ommen op de begraafplaats bent. Dan loop je zo over heel de kisten heen, zeg maar. Kom je bijna niet aan. Nee. Ja, en dat is ook wel eens storend. En ja, ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat heel storend vinden. Ja, dat is ook wel eens een keer een beetje moeilijk. We proberen wel een beetje op midden van zo'n grasveld te blijven. Nou, je wil de mensen toch een beetje bij het graf halen. Ja. Ja, dan staan ze toch op een ander zijn graf. Overlijdens moet ik zeggen, doe je zo in een jaar, Jan? Wij hier als Vechtdal doen ze een beetje een kleine 100 uitvaart op jaarbasis. 100? Ja. En elke 3 dagen word je gebeld? Ja, daar komt het wel eens een beetje op neer. Alleen, het is wel vaak zo dat men dan toch eigenlijk wel op kluitjes, hè. Ja. Heb je dus 3-4 uitvaart achter elkaar, dan heeft men helemaal niks. En dan één keer heb je een week van 4, 5, 6. En dan is het wel eens heel heftig en heel druk natuurlijk. Maar door de regel komt het er altijd wel uit. Nou denken heel veel mensen natuurlijk, net als ik. Als ik nou een beroep moest kiezen, zou ik dan uitvaartverzorger worden? Of bruiloftsregelaar? Dan zou ik geloof ik voor het laatste kiezen. Ik kies allemaal voor de feestje. Hoe komt het nou dat u nou uitvaartverzorger wordt, Jan? Ja, hoe komt het? Is dat toeval? Als ik dan zeg dat ik van Timmerman geleerd heb. Ja. Ja, nee, nou, ja, hoe komt dat? Kijk, ik ben altijd in de dienstverlenende sector bezig geweest eigenlijk. Yeah. Eerst een beetje de bouw en later eigenlijk in het kruideniersvak. En het kruideniersvak en later in de textielhandel, maar altijd langs de weg, de boer op. Hmm. Laat ik het zo maar zeggen, dus altijd onder de mensen geweest. Yeah. Ja, en ook dan kom je de dood gewoon tegen. Yeah. Dan kom je de dood toch eigenlijk wel een keer tegen. En dat gebeurt dan toch met de regelmaat van de klok. En ja, dan zie je wel eens dingen gebeuren. Dat je zegt van, oh, wat is dat een bijzondere uitvaart. Zeg, oh, dat zou ik ook wel willen doen. Dan, yeah. Oh, waarom doen ze dit nou niet anders? Want, god, wat een zaakje. Dat denk ik ook eens een keer bij mezelf. En, oh, wat, hè? En ja, en op een gegeven moment, ja, toen was ik de jaren 35, 40. En ja, toen kwam in mijn handel toch wel een beetje de klad. Mm. En toen had ik het al zo een paar keer gesolliciteerd. Maar ja, toen was het de tijd nog dat het allemaal oude mannen waren die dat deden. Mm. En op een gegeven moment was ik dan toch, was in nu 20 jaar geleden dan. En ik denk als nu wat wordt het helemaal niks. En ik was toen werkloos en ik ben toen bij een taxi- en uitvaartbedrijf hier in Ommen. Oh ja. Heb ik gewoon aangeklopt. Ja. Yeah. En ik zoek een stageadres. En ik was inmiddels al met een cursus begonnen daarin. Mondelingen, schriftelijke cursus was dat. Nou, en daar kon ik binnenstappen en dan kon ik gewoon een manetje van alles meelopen. En zo is het gegroeid. Ja. Ja, en hoe is dat dan emotioneel? Want je hebt zo vaak met de dood en met verdriet te maken. Ja, nou, emotioneel, ik heb mezelf gewoon, tuurlijk, dat zijn echt wel, ik kom ook vaak genoeg bij mensen, ja, zeker nu na 20 jaar heb je al zoveel families gehad waar je voor de zoveelste keer moet komen. Mm. En dan soms in één keer voor een heel heftig geval. Dan zeg ik eigenlijk ook van, want het is dan ook zo, dan sta je daar te slikken en dan heb ik ook geen woord. Hmm. En dat zeg ik dan maar gewoon. Yeah. En dat aanvaardt men heel goed. En en verder probeer ik er emotioneel gewoon zo min mogelijk bij betrokken te raken. Dus gewoon, ik heb van het begin af al gezegd van, het is niet van mij. Wat daar is of ligt, of dat is voor mij op dat moment is dat het onderwerp. Hmm. Het moet goed verzorgd worden en het moet voor de familie zijn van, kijk, dit is mijn vader, dit is mijn moeder, dat is onze dierbare overleden. Mm-hmm. En ik probeer mezelf even uit te schakelen. En dat lukt heel goed. Yeah. Als ik de deur ga en naar de begrafenis, ik kom altijd als eerste. Mm. Ik ga naar het laatste kopje koffie, yeah, als het even kan. Yeah. En ik ga dan weg en ze zeggen van, nou Jan, het was goed, het was voor elkaar. We zijn heel blij en heel gelukkig mee. Dan stap ik in de auto en denk van, slachter, klaar.
Wel dankbaar werk, hè, denk ik. Heel dankbaar werk. En dan is mijn gedachte weg. En dan is je bij de volgende familie. Ja. Of helemaal niet. En dan is het klaar. En dan, ja. Zo ga ik er wel van verschil voorstellen. Zo moet je ermee omgaan. Als er een kind is verongelukt of zelfdoding. Dat bedoel ik. Dan sta je ook bij die mensen en dan, hè, dan kom je bij die mensen en dan heb je pas daar nog een vader of een moeder van begraven. Even later sta je er voor een jonge persoon. Hmm. Dan zeg je, net als ik net zeg, dan zeg je gewoon van sorry, maar ik weet niet wat ik moet zeggen. Hmm. En dat is ook het allerbeste dan maar. Ja. En dan gewoon toch maar beginnen met wat te regelen. Stapje voor stapje. Hoeft ook niet allemaal in één dag. Kan morgen wel, kan overmorgen nog wel. Mooi, rustig aan. Hoeven niet meer op de vijfde dag te begraven. Hoeft dat niet? Dan mag de zesde dag of de zevende of de achtste dag wel. Oh ja. Dus zaterdag en zondag en feestdagen tellen al niet meer mee. En dan wordt het dan zo'n stuk makkelijker van. In de uitvaartwereld. Is het acht het maximum nu? Acht dagen? Oh nee. We kunnen naar 11-12 dagen gaan. Echt waar? Ja hoor. Als je zonder goed... dat daar allerlei ingewikkelde... Ja, want nou, dat is gewoon, als je even goed nagaat, even goed nadenkt, zoals nu afgelopen. Je gaat met Pasen, bijvoorbeeld iemand overlijdt op de donderdag voor Pasen. Mm. Nou, ga dan maar rekenen welke feestdagen erachteraan komen. Yeah. Die vervallen allemaal. En als je dat allemaal weg zou laten, dan kan het wel 12 dagen duren. Ja, oké. Okay. Wil je natuurlijk niet, dat snap ik ook wel. Maar toch, er zijn wel eens gevallen dat men zegt van... Waarom zouden we dat niet willen? Nou, dan is het wel heel erg lang, hè. 12 dagen. Kijk, en, wie begraaf je dan nog, hè, na zoveel dagen? Het gevoel, dat is dan het gevoel, hè. Van, kijk, het mag ook best, als het heel lang duurt, kan het ook natuurlijk emotioneel veel te zwaar worden. Ja? Of dat je zegt van, ja, de overledene, de toestand is niet meer zo van, wie begraaft? Dan denk nee, ik, uiteraard begraaf is het lichaam. Hè? Is het acceptabel? Maar er zijn ook weer technieken voor, hè, balsemen. Ja, tegenwoordig het balsemen, thanatopraxie noemen we dat dan. Ja, thanatopraxie. Thanatopraxie. Ja, even koelen, thanatopraxie. Nou ja, maar het is het tijdelijk conserveren van een lichaam, ja. Maximaal een dag of 10. En dat het in een vrij aardige, goede conditie blijft, zonder koeling. En dat is dan wel heel erg mooi. En ja, dan kun je dus ook zo opwaren, open op bed of in een open kist. En hoe werkt dat dan, Jan? Wat gaat er dan op het lichaam, een soort een laagje? Thanatopraxie houdt in dat de lichaamsvloeistof vervangen wordt door een balsemvloeistof. Oh, zo ja. Dus zo moet je dat zien. En ik zeg altijd zelf, op de simpelste wijze, denk maar aan de nierdialyse. Weet bijna iedereen wel wat het is. Aan de ene kant gaat het eruit, aan de andere kant wordt het schoon ingepompt. Oh ja. Dus, en zo moet je dat dus ook zien met, in heel eenvoudig gezegd, met balsemen. En dan komt dus de balsemvloeistof in dat lichaam en dan zie je het lichaam gewoon qua kleur helemaal weer bijtrekken en mooi worden. Dan zie je het ter plekke. Als je daarbij staat, is het gewoon uniek om te zien. Ja? Ja, is uniek om te zien. En ja, het is schoon, het is heel zuiver, het is goed aan te raken, er is niks mis meer mee. En dat is echt wel, dat gebeurt regelmatig nu. Ja, is dat, ja, dat gebeurt nog wat regelmatig. Ja. Populair wel. Als men zegt van bijvoorbeeld, we willen graag op bed opbaren en het moet gewoon in de kamer gebeuren. Hm. Maar dan stel ik toch heel vaak wel voor om dat dan thanatopraxie te gaan doen. Ja. Zeker ook wanneer ook een lichaam vrij fors is aan iemand of plotseling is overleden. Door middel van een hartstilstand of zo. Dat er een beetje een druk in een lichaam zit. Een beetje naar om te zien. Dan zeg ik, thanatopraxie. Want dan is de conditie veel en veel beter. Okay. Ja, heel. En jullie houden ook eind van het jaar in Ommen en in Delft van die gedenkavonden. Ja, aan het eind van, we houden er vlak voor december. Vlak voor kerst en vlak voor oud en nieuw houden wij in Ommen een gedenkavond en in oud en nieuw dansen dus en vlak voor kerst in Ommen op de begraafplaats Lamanzoek en op de begraafplaats de Welsen. Ja. En dan, ja, dat is heel erg mooi. Daar krijgen de doedeldaks, de midwinterhoren die blazen daar, doedeldaksspelers zijn erbij en er worden dan muziekstukken gedraaid op verzoek en worden wat gedichten gelezen. En ja, in het begin hadden we nog wel een keer een spreker erbij, maar de laatste paar jaar is het eigenlijk helemaal niet meer nodig, want de mensen dragen nu tegenwoordig elk jaar al ruim van tevoren, dragen ze al dingen aan. Ja. Heel erg mooi. Dus een soort collectieve herinnering. Ja, dat is echt, echt heel erg mooi om te doen. Leuk. En dan krijgen ze ons allemaal een lichtje, dat zal ik zo laten zien. Hmm. Krijgen ze een klein graflichtje. En dan staat daar dan in een grote kring rondom de vuurkorven. En dan... ja, zo bij fakkellicht. De begraafplaats is dan helemaal verlicht met fakkels. Mm-hmm. En
Ja, aan het eind, dat duurt ongeveer 3 kwartier. En dan kan iedereen naar de graven gaan. De doedelzakspelers die sluiten het af. Oh ja. En heel indrukwekkend. En dan zie je alle mensen in één keer in de benen gaan. En dan gaan ze allemaal naar de graven toe om de lichtjes op de graven te plaatsen. Ja, precies. En dat is heel, heel erg mooi. Dat voorziet ook echt wel in een Ja, is daar een belangstelling voor? Echt heel. Gemiddeld zo'n beetje 100 mensen toch iedere keer weer. Ja. Ja, dat is hier een ruimte die lijkt mij een beetje. Ja, dit is een kleine huiskamer die we ingericht hebben. Oh, zo. En er zijn nog wel wat mensen die komen ook hier weer regelmatig terug. Daar hebben we er pas de uitvaart van gedaan. En dan wil ze wel even een keer even hun verhaaltje kwijt. Hoe ze gegaan was. En we gaan hier nog wel eens even rustig zitten. Kopje koffie, kopje thee erbij. Ja. Zit je niet zo in zicht van de voordeur. Ja, precies. En dan voelt men zich hier toch wel even lekker op zijn gemak. Ja, heel erg fijn om hier dan even te zitten. Ja. Wat we ook doen, dat is ook altijd, wat ook altijd in dank aanvaard, dat is in de tweede zondag in december, dan is het Wereldlichtjesdag. Misschien wordt van gehoord, dan wordt overal ter wereld, wordt s'avonds om 7 uur, worden dan lampjes ontstoken voor alle overleden kinderen. Ja. En daar doen wij dan de medewerking altijd in Oud-Averreest, het kerkje in Oud-Averreest. Dat is dan de Vereniging Ouders Overleden Kind. Yeah. Die houden daar dan ook een gedenkavond. En daar gaan we altijd naartoe om daar dan de lichtjes uit te delen. Stellen we dan de lichtjes voor beschikbaar. Leuk. Ook heel erg mooi om te doen altijd. Yeah. Ja. Dan hebben we daar nog een klein aanpakbiljetje van hangen. Van afgelopen jaar. Dat is Wereldlichtjesdag. Dit was dit jaar, dus zondag op 13 december vorig jaar. Dus het is altijd rond die contrainen. Rond die tijd. En daar heb je dus de... Van Laremanshoek en van Welsum. Dankjewel Jan. Graag gedaan. Tot ziens en ik hoop dat je nog lang mag genieten van je mooie, dankbare werk. Ben ik zeker nog een poosje van plan. Goed zo. Absoluut. Ja, tot zeker ziens. Weer. Goed, ja, tot ziens.